Hoe dat is hier groot gewoon. Ik heb een aanranding gezien. En dat is gewoon midden op straat. Oh, oké, okay. Ik zie wat dat was. En ik durfde het echt thuis niet vertellen. Ik geloof van nu geen woord. Nee, ik ook niet. Kom op, deze is echt de waarheid. Kom, doe dat weg, doe dat weg. Gewoon serieus. Weg, weg, weg. Schud, schud. Ik zal blijven hangen. Ja. Patrick. De sportieve tour, jongen? Ja, sportieve tour. Ik heb een aanranding gezien. Oei. Tijdens het fietsen, ja. Ja, ik ga je bij Erik in principe brengen. Ze zijn van de recherche. Best, hè. Ja. Weet je, onze journalist is hier. Die komt een aanranding melden. Heb je nog eens tijd? Ja, zeker. Ja, zeker. Laten we maar binnen, jongen. Als je iets ziet dat niet oké is, kom het ons melden, ook al ben je niet zeker. Wij, maar vooral de slachtoffers, zullen u zeer dankbaar zijn. Getuigen kunnen zaken helpen oplossen en daders helpen vatten. Het is voor de aanranding dat ik kom melden. Tijdens mijn fietstocht heb ik iemand gezien die een meisje aan het aanranden was. Amai, dat klinkt wel serieus. Ja. Ik heb daar beelden van ook. Heb je dat gefilmd, toch? Ja, ik heb dat gefilmd. Op mijn smartphone. Nee. Kun je eens laten zien, sinds ik er is? Oeh. Ja, dat is. En dat is gewoon midden op straat. Dat dan ook met het tijd. En nu heb je lopen. Waar was dat? Een brug over de spoorweg aan de Vandaalstraat. Goed dat je dat gefilmd hebt. Kun je ons dat doorsturen? Ik kan u dat meteen doormailen. Ja, dat zou handig zijn. Misschien moet er iets over schrijven. Ja, maar ik ga er een artikel over schrijven. En oproepen als er iemand iets gezien heeft, als er nog getuigen zijn of zo, dan ze zich komen melden. Ja. Je schrijft er dan zeker in dat ze zich melden om het politiecommissariaat hier. Ja, ja, tuurlijk, dat ga ik. Dat zet ik er zeker in. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Dat is graag gedaan. Ja. Salut, hè. Op het filmpje is duidelijk te zien dat er een man een meisje lastigvalt. Nu, het zal niet gemakkelijk zijn om te achterhalen wie dat een dader is en wie dat het slachtoffer is. Maar hopelijk reageert er iemand op het krantenartikel dat de journalist zal schrijven en komen we zo te weten wie dat een dader is. We gaan binnenrijden, koning. Maar je dacht, nou, om binnenrijden. Zou het willen eten? Alweer. Ze bieden me geen slaptituut. Een slaptituut? Dat zeggen ze toch, als ik het niet gegeten heb, dan val ik erbij. Ze hebben geen slaptituut. Een slaptituutje? Jong. Ja, nee. En ik ben aan het denken, ik ga me nog een broodje al. Want... Jij bent echt een ambetant jonk als je honger hebt, hè? Maar dat is niet waar. Maar dat is niet waar. Ik heb gewoon honger. Ik weet het. De hele wereld is precies de Brabanson dat inmiddels dat spel is, hè. Allee, wanneer was dat daar dat wij de nacht moesten doen, dat je eten ging voorzien en dat je daar aan een automaat een Snickers en een Mars had gehaald? Omdat ik honger had. Dispatch, hè, maat. Dispatch, ja. Al de Alpha 210 luistert. Er is een inbraak gemeld in de Merodestraat 111. De dader zou nog ter plaatse zijn. Over. Ik denk dat ze ons plaats kan wachten. We krijgen een oproep voor een inbraak in de Merodestraat. Verdachte zou nog ter plaatse zijn, wat dat voor ons extra spannend maakt. Ik moet nog zorgen dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn, want dat maakt de kans op een betrapping heterdaad natuurlijk groter. Als wij in de straat zijn, dan zetten wij de sirene en de blauwe af, zodat ze ons niet overkomen. Gaat het gaan, ben je honger? Ja, ja, we gaan eerst dat doen en dan gaan we eten. Zet maar af, Timmy, want we zijn er hier. Hier, dat is de neus hier. Ja, 30, ja. Onder de 11? Ja. Die gebeld, mevrouw. Want we hebben onder de 11 hadden wij doorgekregen. Ja, ja, het zijn, de buren hebben ons eventjes opgevangen. Ah, okay. Er zit weer iemand binnen, hè. Vorige week zijn ze nog binnen geweest, langs een tuin toen en nu... Ja, het zit weer iemand binnen. Nee, hij is nog niet naar buiten gekomen. Heb je iets gezien of iets gehoord dan? Iets gehoord. Ik was aan het strijken. Mijn dochter was aan tafel haar huiswerk aan het maken. En ineens hoorden we de viool. Allee, dus mijn dochter haar viool. Iemand? Mama.
dat was meer tokken, hè. Muzikaal klonk dat niet, hè. Oh ja. Ja, nee, dus was iemand op die viool aan het spelen? Ja. Oké, okay, maar ja, en er is voor de rest iemand binnen dat je weet? De, nee. Jullie zijn direct nu de waardenigste en zijn naar buiten gekomen. Waar, okay. Waar staat die viool? Vanachter in de veranda. Oké, okay. Okay, ja. Blijf even bij de buren, wij gaan even binnen zien, Sarah. Ellen en Marieke zijn ervan overtuigd dat er een inbreker in huis zit. Ze hebben die blijkbaar op de viool horen tokkel. Nu, ik vind dat een beetje een vreemd gedrag voor een inbreker, maar ze zijn blijkbaar zeker van hun stuk. En al die aanrandingen en noem maar op, gelijkaardige cases, is er niks dat overeenkomt met die beschrijving van die kerel. We hebben daar straks bezoek gekregen van Peter Frederiks, onze lokale journalist. Hij was getuige van een aanranding en hij heeft ook alles gefilmd. Nu, we zijn momenteel op zoek naar de identiteit van dader en slachtoffer, maar tot nu toe zonder succes. Peter gaat ook een artikel schrijven over het incident en hopelijk gaan er zo getuigen naar voren komen. Ja, als we geen gelijkaardige feiten kunnen vinden en die man zijn beschrijving levert ook niks op, dan zijn we een beetje aan het zoeken naar een speld in een hooiberg, hè? Ja. Ja? Peter Felix is hier terug. Ah. Kom binnen, Peter. Peter. Peter? Hallo. Ja. Ga even zitten. Ja, ga maar zitten. Ja, dank u. Het artikel is verschenen? Ja, het artikel is verschenen. Ja, want heeft bij ons nog geen, we hebben nog geen reacties gekregen. Nee. Het is misschien wel rap, hè? Wij hebben wel een reactie gekregen. Ah. Is dat? Ja. Ik had er dan zin gezet dat zij naar jullie moesten mailen of bellen. Maar goed, mensen hebben ook vertrouwen in journalisten natuurlijk. Hè. Dus, Want het is goed, je hebt zijn gezicht geblurred. Dat is goed. Ja. Eén iemand heeft gemaild dat die, de persoon... herkent dat niet echt natuurlijk, maar die was daar gepasseerd. Ja, de kleren kwamen overeen met de persoon die hij gezien had. En hij denkt... dat het een zekere Niels van Putten is. Niels van Putten. En heeft die persoon ook een adres meegegeven? Nee, hij wist enkel de naam, maar geen adres of locatie of zo. Nee. Ja, maar met een naam zijn wel heel veel. Ja. Zeg, en je zegt dat hij daar gemaild heeft naar u? Ja, heeft een mailtje gestuurd. Kunt je die mail ook doorsturen naar ons? Ja, dat is geen probleem. Oké, okay. Ja. Merci om te komen. Schoon artikeltje trouwens, hè? Ja, dank u. Ik hoop dat je pakken krijgt. Ja, ja, ja. En als jullie meer gegevens hebben over de zaak, ga dus mij doorspelen. We laten het niet weten. Maar okay. Andersom ook, hè? Ja. Oké. Okay. Niels van Putten. Van Putten, Niels. Ah, die staat in de politiedatabank. Is het waar? Diefstal met verzwarende omstandigheden. En dat gaat over dezelfde? Ja, dat is hem. Maar niks van aanranding, dus dat zou dan zijn eerste feit moeten zijn. Plus, die een diefstal is ook al wel even geleden. Die is de laatste tijd niet meer in contact gekomen met ons. Eens we de naam Niels van Putten hadden, was het uiteraard makkelijk om hem terug te vinden, omdat hij al gekend is. Hij is heel duidelijk de man die in het filmpje te zien is. Het meisje weten we nog niet wie dat het is, maar dat is maar een kwestie van tijd uiteraard. Ik ben in de trap. Dan haal ik hem mee. Nee. Ik heb een trap en geen alle rechts. Ik heb nog rechts een opening, vind ik. Een deur rechts? Ja, opening gewoon. We hebben een oproep gekregen voor inbraak in deze woning. De moeder en de dochter hebben iemand horen spelen op de viool van de dochter. Of alleen spelen, blijkbaar tokkelen. Ze zijn daarop naar buiten gelopen en hebben sindsdien het huis in de gaten gehouden. Er is niemand naar buiten gekomen, dus de verdachte moet nog binnen zitten. Ja. Kun je naar links en naar rechts, hè, denk ik. Ik ga hier links verder eerst. Ja, doe dat eerst. Maar mee, maar mee. Het rechts hier, Jan. Ja. Kijk, kom maar. Oei, dat is hier groot gewoon. Deur rechts. Ja. Soort keuken. Jo. Rechts hier. Kasten. Er is niks. Staat open. Hier links ook een deur nog, wat die daar naar hier zit. Rechts ook, maar dat is naar buiten. Oké, okay, eerst van voor dan? Ja. Oké, doe maar. Okay, ja. Kinderkamer, die spleet. Ja, we gaan het zien. Okay. Niks voorlopig. Yes. Niks. Dit is niks dan, hè? De deur hier. Deze deur. Die is vast. En de sleutel zit erop. Is een kat al luisteren misschien? Dat denk ik. Nee. Een kat binnengekomen als ja, was... Ik vraag me af waar dat geluid komt. Hè. Die hebben zich dat ingebeeld of zo. Ja. Ja, we hebben eigenlijk heel uw huis doorzocht, maar we hebben niet echt iets gevonden. Niks aangetroffen. Geen braaksporen, niks. Allee, dus
Ik ben toch niet zot aan het worden, hè? Je hebt dat toch ook gehoord, hè, schat? Ja, 100% zeker. Ja, ja, ik heb dat ook gehoord. Maar alleszins, nu is er niemand, sowieso. Ja. We hebben alles gecheckt. En, dus je kunt gewoon terug naar huis, het is veilig. Okay. Moest er iets zijn? Allee, je weet nooit of... Geef een belletje. Dus dat moet er niet mee inzitten, we zijn er, hè. Ja, bedankt. Oké? Okay? Ja. Okay. Bedankt. Geen probleem. Maar je kunt gerust zijn. Je mag terug naar huis. Hè. Zullen we deze deur van de buurt gewoon dicht trekken? Of dat die mensen gaan iets mee? Allee, bon. Als het is, bel hem maar, oké? Okay? Merci. Geen probleem. Allee. Maar je dacht? Ik weet niet wat Ellen en haar dochter gehoord hebben, maar er zit alleszins geen inbreker binnen. We hebben alles gecontroleerd. Er zijn ook geen braaksporen aangetroffen, dus de kust is veilig. En wij kunnen eindelijk naar kantoor om te gaan lunchen, want ik denk dat het nodig is voor Koen. Moet ik zeggen tegen de dispatch? Nog niet binnen rijden. En die zeggen dat we beschikbaar zijn eerst mangiare. Ja, je gaat het niet kunnen ontkennen, hè. Het staat gewoon op beeld, hè. Ik ben wel eens benieuwd. Ja? Erik Brigitte, meneer Van Putten is hier voor je. Ja. Iemand die het krantenartikel over de aanranding van het meisje aan de brug heeft gelezen, heeft de dader herkend. Het zou gaan om een zekere Niels van Putten. Dus we hebben een paar collega's hem laten ophalen voor verhoor, omdat hij bij ons ook bekend staat voor diefstal. Meneer Van Putten. Jawel. Alles oké? Okay? Nee. Ik snap niet wat er aan de hand is, waarom ik hier geboeid binnengebracht en als een crimineel behandeld. Ik hoorde die agenten iets mompelen over een aanranding, maar ja, dat is typisch, hè. Het is omdat ik vroeger al een paar keer met gerecht in aanraking ben gekomen, dat ik nu ook weer al verdacht word. Ja. Ik zou echt niet weten over welke aanranding het zou gaan. We hebben nogthans een filmpje waarop dat jij heel duidelijk te zien zei dat jij een meisje aan het aanranden zei. Dat ken ik niet. Ik zal het je onmiddellijk laten zien, hè. Lies, voilà. Dat zit jij niet zeker. Als chance dat ze losgeraakt, hè? Ik denk dat dat een beetje misgeïnterpreteerd is. Ik probeerde dat meisje juist te helpen. Te helpen. Dat moet je mij eens uitleggen. Hè. Hoe gaat je iemand helpen als je er bovenop ligt? Een meisje stond op die brug. Ik heb haar eraf getrokken. Wat stond die daar te doen? Ja, dat weet ik toch niet. Ik zag die daar staan. Ik heb die daar afgetrokken voor hetzelfde geld. Allee, ja. Dus ze stond bovenop de brug, bovenop de reling, of wat? Ze was erop aan het klimmen. Ik heb haar achteruit getrokken. Wij zijn samen op de grond gevallen. Zij werd hysterisch. Ze was aan het slagen, aan het stampen. En ik heb mijn eigen daarop gelegd, zodat ik mijn eigen zelf niet zou verwonden. Maar ze bleef slaan en stampen. En op een gegeven moment is zij losgekomen en is ze gaan lopen. Ik geloof daar geen woord van heel die schone uitleg van u. Wij gaan u momenteel even in de cel steken en we gaan heel uw verklaring eens gaan controleren. Maar geloof mij, ik geloof van u geen woord. Nee, ik ook niet. Kom op, deze is echt de waarheid. Ja. Maar wij zien wat we zien, hè. Ja, maar hetgeen wat ik vertel. Ja, oké, okay, maar dat is uw woord tegen iemand anders en dan gaan we nu even moeten nakijken. Dus voorlopig ga je even de cel in. Steekt u maar even weg in de... Wat Niels beweerde klinkt echt wel heel ongeloofwaardig. Als hij dat meisje wilde helpen, waarom verweerde ze zich dan zo? Dat is toch wel heel raar, hè? Ik denk dat we dat allemaal nog eens moeten herbekijken en zien of dat zijn verhaal kan kloppen of niet. Oh, oké, okay. Ik zie wat dat was. Brigitte, ja? Twee dames hier, die willen u dringend praten. Nu, dat zijn dingen waar niet gemakkelijk over verteld wordt, uiteraard. Hè. Het is echt niet leuk voor ons. Kom, doe dat weg. Gewoon serieus. Weg. Schudden. Dan blijf hangen.